We hebben het nog nooit zo vaak gehad over hoe belangrijk het is om onze handen goed te wassen. Nou, we zijn zo allemaal opgegroeid, we hebben onze kinderen zo opgevoed van handjes wassen, handjes wassen. En dan zou je denken van, waarom moet dat dan toch nog steeds gezegd worden? En waarom? Omdat we stiekem allemaal, klein of groot, wel eens een keertje stiekem ons handjes vergeten te wassen. Of niet goed wassen, of niet lang genoeg. Dus, nou, ga ik nog eens een keer laten zien van hoe we hebben het ook alweer geleerd. En hoe lang, 20 seconden weten we nu, gaan we handjes wassen. Nou, ik heb 3 verschillende soorten. Dit is een heerlijk handzeepje waar ook nog een verzorging in zit. Zodat je handen niet zo droog worden. Wat ze voor mij dus nu wel heel erg zijn. Je hebt hier een desinfecterend zeepje. Nou, dat droogt je handen iets meer uit, maar het desinfecteert natuurlijk. En ik heb gewoon mijn oude stukje zeep, wat ik heel erg prettig vind om mijn handjes mee te wassen. Maar dit begrijpen we allemaal wel. Het laatste wat ik wil laten zien, dus dat is mijn stukje zeep. Want zeep is leuk en lief en zo. Maar we maken dus eerst, je moet dus echt heel erg goed je handjes inwrijven, zo. Dat je genoeg schuim hebt. Dan is het belangrijk om het zeepje schoon na te doen, dus dat niet alle viezigheid van je handen eraan zit. Dan doe je 1, 2, 3, 4, je polsen erbij. Hups, hups. Lekker zo. 10, 12, 14. Zie hoe lang dat eigenlijk is. Nou, dat doe ik echt niet iedere keer hoor. Absoluut niet. 9, 20. Nou, nu heb ik het allemaal goed gedaan. Ja, nageltjes gewoon helemaal goed. Dan nu de tap. Goed afspoelen. Ik vind zo'n stukje zeep ook altijd zo lekker ruiken. Heerlijk. Zo, nou, heel goed afgespoeld. Even nog mijn kraantje schoonmaken. Zo. Hopsakee. Nou, en dan is het dus ook heel belangrijk dat je het goed afdroogt. Nou, normaal doe ik zo en dan aan mijn broek en hupsakee weglopen. Maar dat is dus niet goed genoeg. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik me daar altijd te makkelijk vanaf heb gemaakt. Jezus. Ja, handen, even schrikken hè, dat jullie zo schoon zijn. Nou, vind ik zelf ook. Maar als we zo door blijven wassen, blijft er niks meer van die vingertjes over. Nou, die ga ik dus dadelijk ergens weer ophangen. En wat ook belangrijk is in deze dagen, of niet alleen deze dagen, eigenlijk altijd, om 's avonds dus die handdoek in je wasmachine te doen. Niet 2-3 dagen met 4 of 6 of 7 of 8 handjes met dezelfde handdoek. Nou, ik hoop dat jullie iets aan mijn tip gehad hebben. Ik vond het mezelf, we denken allemaal dat we het weten, maar het is toch nog een keer goed om voor te doen. En mochten jullie handige tips hebben voor mij, laat dat hier even weten. Of, wat kunnen we nog meer zeggen over handjes wassen? Dit was het en ik zeg met schone handjes dag, tot de volgende keer.